In de dienst Diversen wordt er ook badcorrecties uitgevoerd om het thermisch evenwicht in de oven in stand te houden. Wanneer een oven te weinig bad heeft, wordt er uit een oven die 1 cm of meer boven consignehoogte heeft, bad getapt en toegevoegd aan een oven met te weinig bad. Volgens een vaste procedure. Het getapte en toegevoegde bad wordt ingevoerd in Alpsis en ingevuld op het ovenbord. Houd met het toevoegen van bad aan een oven altijd voldoende afstand. Voorkom schades. Draag PBM's op correcte wijze en ruim na afloop het eventueel gemorste bad op. Het overschot aan bad wordt in badbakjes leeggeschonken. Controleer altijd voor het leegschenken of de badbakjes geen water of ander gevaarlijk materiaal bevat om explosies te voorkomen. Neem altijd een veilige afstand tijdens het leegschenken en draag PBM's op correcte wijze. De badbakjes worden door de heftruckchauffeur op de daarvoor bestemde plaats gezet om af te koelen. Na 24 uur kan het gestolde bad retour badfabriek om verder verwerkt te worden. Om de samenstelling van het bad te bepalen worden er regelmatig badmonsters genomen. Gereedschap altijd voorverwarmen om explosies te voorkomen. Steek de badmonsterstaaf zo schuin mogelijk in het bad van de oven om te voorkomen dat er metaal in het badmonster terechtkomt. Het badmonster leegkloppen in de trechter van de badmonsterkar en opvangen in een metalen bakje. Het badmonster leegmaken in het bakje met bijbehorend ovennummer. Als alle badmonsters zijn gemaakt, wordt de badmonsterkar schoon teruggeplaatst in het 5S-hok middenpassage tussen hallen 1, 2 of 3, 4. Als de badmonsters zijn afgekoeld, worden ze gemalen, gezeefd en gesorteerd. Vervolgens naar het laboratorium gebracht om te laten analyseren. Zorg voor het malen van de badmonsters dat het materiaal en gereedschap in orde is en het badmonsterbegeleidingsformulier aanwezig en correct ingevuld. Bakje en potjes op volgorde zetten, voorzien van ovennummer en serieletter. De potjes van de gemalen badmonster worden half vol aan het laboratorium geleverd. Extra badmonsters van startovers, voorzien van serieletters, ovennummer en deksel, beschreven met start. Badmonsters mogen controleren of de hamertjes schoon en niet beschadigd zijn en het zeef met toebehoren schoon en onbeschadigd is. Opvangbak voor badresten aanwezig. De badmonsters breken en eventueel aanwezige aluminiumdeeltjes verwijderen. De badmonstermolen op de juiste wijze afsluiten. De afzuiging aanzetten. En de molen inschakelen. Het badmonster in de molen doen en vervolgens malen. Het gemalen monster wordt opgevangen in een buisje. Leeggemaakt in de zeef met opvangbak. Vervolgens met een kwast zeven. En overtollig materiaal in de emmer deponeren. Badmonster in de trechter doen en boven het bijbehorende potje met serieletter en overnummer. De molen altijd geheel leeg laten draaien en daarna pas uitschakelen. Openmaken. Schoonmaken. En sluiten.
voor het volgende monster erin haalt. Deze bewerkingen worden herhaald tot alle badmonsters gemalen en gezeefd zijn. Gebruikt materiaal en gereedschap schoonmaken, eventueel aanwezige anode kragen opruimen en de ruimte aanvegen. Afzuiging uitzetten en filter schoonkloppen. De bad- en gemalen resten leegmaken in een oven. Vervolgens de badmonsters afdekken om vuil en vocht niet in de badmonsters te laten komen. Naar het laboratorium brengen en aanmelden. Als de badmonsters gemaakt, gemalen en weggebracht zijn, worden ze in het laboratorium geanalyseerd op de volgende manier. De resultaten van het analyseren worden in Alpsys ingevoerd en het afval wordt weer hergebruikt op de serieovers. Bedankt voor uw aandacht.